Suriname is vandaag gekozen tot het beste academische instituut tijdens de International Law Moot Court competitie. Tijdens de 12e editie van deze competitie van de Caribbean Court of Justice, oftewel het Caribische Hof van Justitie, werd Suriname vertegenwoordigd door de juridische faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De competitie was op 17 en 18 maart, waarbij Suriname gisteren aan de beurt was. Het is de vierde keer dat Suriname mee heeft gedaan aan deze competitie en ook voor het eerst dat zij zo'n titel behaalde. Volgens Raisheri Sarju, junior raadslid spreker in de competitie, is het een hele eer Suriname op zo'n internationale platform te kunnen vertegenwoordigen. Dus voor ons was het sowieso extra hard inzetten vanaf het begin. En je moest het Engelse vakterminologie je eigen maken. Je moest het recht van het Caribisch gebied, dat voornamelijk ook in het Engels is, je eigen maken. En met al dat bagage hebben we meegenomen. Onze team advisor, onze trainers hebben onze nodige handvaten gegeven. We hebben geoefend voor echte, ook dus voor rechters in Suriname, die ons de nodige tips en tricks hebben gegeven. Advocaten, maar let hierop en let op je articulatie, let op de manier waarop je presenteert. En dus dat alles hebben we meegenomen, bij elkaar gezet, gisteren gepresenteerd. En ik mag zeggen dat we het een hele eer hebben gevonden om de universiteit te vertegenwoordigen op zo'n internationale competitie. En we hopen echt als beste uit de bus te komen. Suriname is het enige land waar het Nederlands wordt gesproken in het Caribisch gebied. Ook de rechtenopleiding is volledig in het Nederlands. Dus voor de dames was het een hele prestatie dat ze zo'n titel van het beste academisch instituut voor de universiteit konden behalen. Sarju geeft aan hoe de taken zijn verdeeld tijdens de competitie. Over de opzet van de competitie, het is dus sowieso zoals ik zei, we treden op als de eiser. En de opzet van de competitie is zo, je hebt sowieso een onderzoeker nodig. En je hebt een lead speaker, een senior speaker en een junior speaker. Ik heb de rol van de junior speaker, want het is een vrij, ik zou zeggen, intensieve casus waar er dus niet één rechtsvraag alleen geponeerd wordt, er zijn meerdere. En dus het is natuurlijk niet te doen als één persoon het doet alleen. Dus er is een opzet van drie deelnemers en ik was dus de junior speaker. Mijn collega mevrouw Bagu was de senior speaker en mijn andere collega mevrouw Eendracht, die was dus onze researcher. En samen hebben we dus echt in teamverband, we waren heel goed op elkaar afgestemd. Mijn collega, mevrouw Bagu, heeft dus de eerste hoofdvragen beantwoord en daarna waren er nog twee, die ik vervolgens heb beantwoord. Dus dat alles meegenomen, hebben we dus een hele mooie presentatie, of althans onze zaak mogen verdedigen voor de rechters van het Caribisch Hof. En ja, dat was het dus wat betreft het opzet en onze taakverdeling in deze competitie. Tijdens de rechtenstudie zijn de studenten meer theoretisch bezig, terwijl in het buitenland de studenten gelijk bij het eerste jaar worden geleerd hoe te pleiten en te verdedigen. De deelnemers zien dan ook graag dat de werkwijze aan de juridische faculteit zodanig wordt aangepakt dat wij als land in staat zijn op zulk niveau op een adequate manier vertegenwoordigd te zijn.